Volgen. En ik nodig mevrouw Van der Plas uit van BBB. Zij heeft een mondelinge vraag aan de minister bij afwezigheid van de minister voor Natuur en Stikstof over het toenemend aantal aanvallen van wolven in Nederland, waarbij ook de voorgeschreven wolverende hekken ook niet geholpen lijken te hebben. Kijk eens aan. Het woord is aan mevrouw Van der Plas van BBB. Ja, dank u wel. Ik heb een sjaal meegekregen. We dragen vaak sjaals. Maar met een moeflon. En dit is ongeveer de enige keer dat u nog een moeflon ziet in Nederland. Want op de Veluwe zijn ze allemaal opgevreten door de wolf inmiddels. 100 jaar hebben die moeflons er rondgelopen en er is een enorme slachting daar aangericht. En mijn vraag gaat vandaag ook over de nieuwste slachting door de wolf waarschijnlijk. In Renkum, 21 schapen doodgebeten, op een gruwelijke manier verminkt. In Drenthe al heel veel encounters gehad met wolven, waar tientallen schapen, kalveren, ponies worden aangevallen door de wolf. En in dit geval in Renkum bleek zelfs dat het wolfwerende hek, waar mensen zo enthousiast over zijn, dat die gewoon niet geholpen heeft. Het dier, en nogmaals, het staat nog niet 100% vast dat het een wolf is, maar de mensen die er verstand van hebben, die geven zelf aan dat het niet anders kan dan dat dit een wolf is geweest. Die zien dus zelf ook dat die hekken niet werken. En vanwege de grote slachting die wolven aanrichten onder de landbouwhuisdieren van boeren en plattelanders, wil BBB eigenlijk zo snel mogelijk actie van de landelijke en de provinciale overheid. De analyses van de schade en het koppelen van de juiste wolf aan een aanval kan op dit moment zomaar 6 maanden duren. 6 maanden voordat mensen duidelijkheid hebben of het een wolf of een hybride is geweest of dat het misschien een hond is geweest. En de dader is dan vaak al lang gevlogen. BBB wil graag dat de provincies nadenken over de omgang met de wolf op de langere termijn. Maar we hebben ook een aantal korte termijn regelingen. Maar over de provincies gesproken zou ik aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit willen vragen of de minister bereid is om met provincies in overleg te gaan om te kijken ook hoe Nederland ervoor kan zorgen dat de superbeschermde status van de wolf, dat daar ruimte in zit om probleemwolven in ieder geval te kunnen beheren, oftewel af te kunnen schieten. En dat we moeten kijken, heeft de wolf überhaupt nog wel een plek in dit dichtbevolkte land? Gelderland wil aanpassing van het beschermniveau en de EU-regels zitten daarbij in de weg. En dus de beschermde status van de wolf die is al 30 jaar oud. En ondertussen zijn er duizenden exemplaren bijgekomen. En moeten boeren het land helemaal volzetten met wolfwerende hekken of rasters? De minister van Natuur en Stikstof heeft aangegeven dat ze een brede maatschappelijke dialoog wil en advies van de Raad voor Dieraangelegenheden. Mijn vraag aan deze minister bij afwezigheid van de minister van Natuur en Stikstof is, moeten we nou echt eerst een brede dialoog gaan voeren of gaan we eerst mensen beschermen? En kan de minister een indicatie geven wanneer de eerste aanval mogelijk op een mens zal gebeuren? En kan een LNV zorgen dat de provincies acuut hulp krijgen bij de onderbouwing van het beheer van de wolf? Daar hou ik het voorlopig even op. Dank u wel. Het woord is aan de minister. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook mevrouw Van der Plas, bedankt voor de vragen. Als je de beelden vanuit Renkum op je laat inwerken, dan zijn het natuurlijk vreselijke beelden. Dieren die verminkt zijn, doodgebeten zijn. In die zin leven we ook mee met de eigenaren, want het is natuurlijk verschrikkelijk als je 's morgens bij je vee komt en je treft dat aan. De wolf heeft in Europa een beschermde status. Dat is inderdaad Europees beleid, u refereert er ook al aan. Er zijn middelen om wolven te weren. U hebt zelf ook gerefereerd aan het wolvenhek, naar de voorzitter. En wij geven voor dit soort werende maatregelen ook subsidies. Wij ondersteunen eigenaren van terreinen om ervoor te zorgen dat er wolvenwerende hekken kunnen komen. En op die manier ondersteunen we dat. Maar het is en blijft een beschermd dier in Nederland. En op dit moment is het zo dat we inderdaad de Raad voor Dieraangelegenheden hebben gevraagd om te komen met een discussie, een maatschappelijke discussie over de positie van de wolf. Dat is het beleid dat mijn collega van Natuur en Stikstof heeft ingezet.
En ik begrijp best dat er vraagtekens zijn over de tijd die dat duurt en wat er ondertussen gebeurt. Maar toch zullen we dat eerst gewoon moeten afwachten voordat we daar ook conclusies aan kunnen verbinden. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat we ook elk incident op een goede manier onderzoeken. De provincie Gelderland doet het ook in dit geval. Dus ik kan niet verder ingaan op dit incident, omdat de provincie Gelderland dat nog in onderzoek heeft om te kijken wat is hier nou precies gebeurd, waar is het misgegaan en hoe had het voorkomen kunnen worden. De vraag op wanneer een dier voor het eerst een mens aanvalt. Nou, wolven zijn in de basis redelijk schuwe dieren. Dus de indicatie dat er mensen op korte termijn zullen worden aangevallen, die is er niet. Maar het neemt niet weg dat het voor de betrokken veehouders wel een persoonlijk drama is, vooral voor de dieren, dat dit gebeurt. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw van der Plas. Nou, dat is dus gewoon totaal geen antwoorden op de vraag. En de minister die zegt van ja, wij moeten de maatschappelijke discussie afwachten met de Raad voor de Dieraangelegenheden. Dat moeten we helemaal niet. Dat moeten we helemaal niet. Waarom zouden we dat moeten? Is er daar een wet voor dat we daarop moeten wachten? We kunnen gewoon zeggen, de wolf wordt inmiddels zo'n groot probleem dat we die discussie niet gaan afwachten, maar dat we ervoor gaan zorgen dat vee en dat mensen worden beschermd. Ik heb afgelopen week of vandaag nog een appje gekregen van mensen van het wolvenmeldpunt in Westerveld in Drenthe. En die geven aan dat bij hun meldpunt heel veel meldingen zijn binnengekomen van meerdere wolven en ook dicht bij nieuwbouwwijken. Het is gewoon wachten totdat er iets gebeurt. En dan gaan we ons hier afvragen hoe hadden we dat kunnen voorkomen. En ik wil van de minister graag ook weten, wat is de laatste stand van zaken omtrent de beschermde status van de wolf in Europa? Want ik weet ook dat in Europa geluiden opgaan om de beschermde status van de wolf te versoepelen. En er is een artikel 16 dat je de beschermde status kan versoepelen of dat je kan beheren als bijvoorbeeld vee en mensen in gevaar zijn. Dank u wel. En vee is in gevaar, dat weten we in ieder geval zeker. Graag antwoord van de minister. Dank u wel, mevrouw van der Plas. Woord aan de minister. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dat het vee in gevaar is, daarom hebben we juist ook subsidie verstrekt en verstrekken we subsidie aan maatregelen die worden getroffen om het vee te beschermen, zoals wolfwerende hekken. Dat is juist de reden waarom we dat doen. En nogmaals, de status in Europa is, het is een beschermd dier. Dat is het uitgangspunt waar we mee werken. En we hebben de Raad voor Dieraangelegenheden gevraagd, zoals u zegt, ook om dat gesprek te gaan voeren. Dat moet op een zorgvuldige manier plaatsvinden. Daar nemen we even de tijd voor, om dat gesprek ook op een zorgvuldige manier af te ronden. Inderdaad, dat duurt eventjes. Dank u wel. Mevrouw van der Plas had ook nog gevraagd of er in Europa ook discussie over is. Ja, er kan discussie over zijn, maar waar wij mee te maken hebben is de Europese verordening. En in de Europese verordening is de wolven beschermde status. En daar moeten we ons toe verhouden. En dat doen we hier in Nederland ook. Dank u wel. Er is een aantal vervolgvragen. Graag kort en krachtig, anders moet ik u helaas hinderlijk onderbreken. Allereerst de heer Bisschop, de heer De Groot, de heer Van Kampen, mevrouw Bromet en de heer Eppink. Eerst de heer Bisschop van de SGP. Voorzitter, mijn vraag sluit nauw aan bij de laatste opmerking van de minister. Inderdaad, de wolf heeft nu formeel nog de beschermde status. Maar het zal de minister niet onbekend zijn dat het Europees Parlement, mede op initiatief van SGP, parlementslid Bert-Jan Ruijsen, een resolutie heeft aangenomen die uitspreekt dat die beschermde status aangepast zou moeten worden. Mijn vraag aan de minister is, is de minister bereid om naast deze resolutie te gaan staan en dat ook op in de gremia waar hij deel van maakt in het Europees verband te gaan bepleiten? De minister. Zoals ik al zei, zijn we met de Raad voor Dieraangelegenheden bezig met die maatschappelijke discussie. Dat willen we eerst afwachten voordat we positie innemen in Europa. De heer Bisschop. Ja, voorzitter, ik vind het prima om daar... ik vind het eigenlijk niet goed om u daarachter te verschuilen. We zien gewoon, sommigen verkeren nog in de staat van ontkenning, maar we zien dat die wolf een probleem is in Nederland. Dat er keer op keer slachtpartijen plaatsvinden. En dan ligt het voor de hand om te zeggen, ja, hier moeten we wat aan doen. De lammertijd komt aan, het wordt alleen maar erger. Bloedbad op bloedbad. Dat mag de minister toch
naast de schapenhouders gaan staan en zeggen van jongens, dit moeten we echt op een andere manier reguleren? De minister. Nou, ten eerste, wat ik al zei, ook in antwoord op eerdere vragen, is dat wij voor voorzieningen om vee te beschermen ook een subsidie verstrekken. Dus we ondersteunen bijvoorbeeld schapenhouders ermee om voorzieningen te treffen die wolverend zijn. En het tweede is, ja, ik wil dat toch zorgvuldig doen. Dus we gaan eerst dat gesprek aan. We gaan eerst die discussie aan maatschappelijk. En als daar maatschappelijk uit zou komen dat het anders zou moeten, dan horen we dat wel. Maar tot die tijd behouden wij de status en de positie zoals Nederland die op dit moment heeft. De heer De Groot, D66. Ja, dank u voorzitter. Het is natuurlijk afschuwelijk als je dieren worden dood. Maar het is ook bekend dat jaarlijks honden ongelooflijk veel van dit soort zaken ook doen. Is de minister bereid om de Kamer te informeren naast het wolfvraagstuk hoeveel dieren worden doodgebeten door honden? De minister. Ik kan op dit moment niet aangeven of we daar gegevens van hebben. Als we daar gegevens over hebben, dan wil ik dat best doen. Het is wel van belang in al dat soort, dit soort individuele situaties dat we goed kijken wat is hier precies gebeurd. Dat is wat ik ook zeg. Ik wil ook overeenkomen hoe vreselijk het ook vindt. Want je zult maar als schapenhouder 's morgens bij je schapen komen en er liggen 21 schapen doodgebeten. Ik moet er niet aan denken. Het is echt verschrikkelijk. Maar we moeten wel goed kijken wat is daar nou precies gebeurd. Waartoe heeft het zo kunnen komen. Daar hebben we ook de provincie Gelderland om gevraagd om daar een goed onderzoek naar te doen. Dat gebeurt ook. Ik kan u ook van het onderzoek op de hoogte brengen als Kamer TZT. Het lijkt me sowieso goed om dat te doen. Als de gegevens bekend zijn over het doodbijten van dieren door honden, dan kunt u die van ons ontvangen. Maar wel even onder het voorbehoud of ze bekend zijn, de gegevens. De heer Van Kampen, VVD. Ja, voorzitter, met name uit het noorden en het oosten van Nederland komen ook de beelden van verscheurd vee vaak bij mij terecht. En ik moet zeggen, het gaat echt door merg en been. En in Nederland hebben we natuur waar we trots op zijn, maar die is met mensenhanden gemaakt. En die moet dus ook beheerd worden met mensenhanden, wat de VVD betreft. En ik zou de minister willen vragen, is hij bereid om de discussie in het Europees Parlement met de commissie te volgen, waarin inderdaad gezocht wordt naar openingen en mogelijkheden om de wolf te beheren? En is beheer daarbij voor de minister uiteindelijk, als wolfwerende maatregelen geen soelaas meer bieden, is dan uiteindelijk beheer voor de minister een taboe? De minister. U vraagt of wij de discussie willen volgen in het Europees Parlement. Nou, die volgen we vanzelfsprekend in het Europees Parlement. Ja, en u sorteert nu voor op een uitkomst van de dialoog die we met elkaar voeren. Laten we eerst de dialoog met elkaar voeren. Wat wil de samenleving met de wolf en op basis daarvan keuzes maken en nu al de sprong naar voren nemen. Mevrouw Bromet, GroenLinks. Ja, voorzitter, ik hoor de minister vrij emotioneel reageren op de beelden die er zijn van schapen die aangevallen zijn door de wolf. En ik zou aan hem willen vragen, als hij nou kijkt naar die 665.000 schapen die jaarlijks door de mensen vermoord worden, hoe hij kijkt naar die verhouding. Dus dat een mens schapen wel dood mag maken, maar een wolf kennelijk niet. De minister. Ja, ik breng twee zaken bij elkaar die je niet op die manier bij elkaar kunt brengen, mevrouw Bromet. Wij hebben de dieren ook gekregen tot voedsel. Daar wordt op een zorgvuldige manier zo zorgvuldig mogelijk mee omgegaan. Ook als het gaat om doden van de dieren. Daar zijn allerlei protocollen voor om dat op een zorgvuldige manier te doen. Dat is echt wat anders dan wat hier gebeurt. Ja, dank u wel, de heer Epping. Ja, dank u wel, voorzitter. De minister sprak zojuist over Brussel. Het is natuurlijk ook zo dat het favoriete paard van de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw von der Leyen, Dolly geheten, door een wolf werd doodgebeten. En daarop heeft zij initiatief genomen om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen. En Duitsland heeft dat overgenomen, wil dat gaan doen met een aantal andere landen. En waarom is Nederland dan zo passief? Want je wordt dan eigenlijk een vrijhaven voor de wolf. In Duitsland wil men daar wel wat aan doen, maar in Nederland gaat men door. En daardoor maak je de situatie erger. Dank u wel, de minister. Ja, u zegt Nederland is een vrijhaven voor de wolf. Heel Europa is een vrijhaven voor de wolf, omdat de wolf een beschermde status heeft in heel Europa. Dat is het uitgangspunt. En de wolf is dus overal welkom in Europa en ook in Nederland, op basis van die beschermde status.
Zoals ik al gezegd heb, wij ondersteunen veehouders maximaal in het treffen van wolverende maatregelen. Voor de rest, we hebben met elkaar afgesproken dat we de Raad voor Dierenaangelegenheden de opdracht geven om een maatschappelijke discussie te starten over de positie van de wolven in Nederland. Om ook te kijken hoe de samenleving daarnaar kijkt. En op basis daarvan, maar ook dan pas, conclusies te gaan trekken en indien nodig maatregelen te gaan trekken. Maatregelen te gaan treffen. Dus mevrouw de voorzitter, ja, wij gaan nou niet ingrijpen op dit moment in de beschermde status van de wolf hier. Dank u wel, de heer Epping. Nou, dan wil ik nog één vraag stellen, want als je dan helemaal niks doet en ik zie steeds meer landen die eigenlijk dat willen gaan doen, dus die beschermingsstatus willen verlagen. Als je dat dan niet doet en u holt achter de feiten aan, dan bent u bezig om de put te dempen als de kalf verdronken is, als ik dat in landbouwtermen mag zeggen. De minister. Ja, dankjewel, mevrouw de voorzitter. Meneer Epping die zegt dat wij helemaal niks doen. Dat is de eerste zin die hij uitsprak. Ik maak duidelijk dat we naast dat we subsidies verstrekken voor veehouderijen die gebruik willen maken van wolverende maatregelen, dat we daar subsidies voor verstrekken. Dat is niet niks doen. Dat we daarnaast de Raad van Dierenaangelegenheden de opdracht hebben gegeven om maatschappelijke discussie te starten over de wolven, dat is ook niet niks doen. Dus er gebeurt wel degelijk wat, maar wel in die volgorde en we wachten eerst dat proces af. Heer Wassenberg, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, allereerst, ik vind het goed om te horen dat de minister zegt Nederland houdt vast aan die beschermde staat van de wolf. Dank daarvoor. Het gaat slecht met de natuur en met de biodiversiteit in Nederland. Dat vertel ik geen geheim. De minister weet dat ook als geen ander. En die wolf hoort gewoon thuis in die Nederlandse natuur en in een gezond ecosysteem. In Duitsland is onderzoek gedaan naar dieet van de wolf. En dan blijkt dat 99% van wat de wolf eet is gewoon bestaat uit zijn natuurlijke prooien. En de wolf komt normaal ook geen landbouwdieren tegen. Pas als hij door omstandigheden, als hij verjaagd wordt of als hij een eigen leefgebied gaat zoeken, dan kan hij in landbouwgebieden komen. Wat ik aan de minister wil vragen is, kan er iets zeggen over die positieve effecten, die positieve gevolgen van de wolf voor de Nederlandse natuur? En hoe kan de wolf die Nederlandse natuur en vooral die biodiversiteit versterken? Want ik denk dat dat ook iets is dat belicht moet worden als het gaat in deze discussie. De minister. De wolf heeft niet voor niks een beschermde status. Dat de wolf ook met veel natuurlijke prooien zich voedt, is helder. Maar het neemt niet weg dat als je schapenhouder bent en het overkomt jou wel op dat moment, dat het wel een buitengewoon trieste zaak is en dat het ernstig is. En vandaar ook dat we juist ook ondersteunen dat er maatregelen worden genomen tegen de wolf. Vandaar dat we ook het gesprek toch wel aangaan over met de samenleving, over de positie van de wolf in Nederland. En ja, de beschermde status is er niet voor niks. Dus dat onderstreep ik vanzelfsprekend. Dat is ook ons uitgangspunt. Maar het neemt niet weg dat we wel maatregelen treffen en dat we ook die maatschappelijke discussie aangaan. De heer Wassenberg. Voorzitter, dat Nederland maatregelen treft en die wolverwerende rassen bijvoorbeeld, dat snap ik. Maar is de minister het ook met me eens dat je ook moet voorkomen dat die wolf bijvoorbeeld gaat zwerven als er niet per se nodig is? Kijk, als die dieren een eigen leefgebied moeten krijgen, dat is iets anders. Maar als je ze gaat verjagen of het gebeurt ook als een wolf wordt aangereden, dat de jongen dan zelf gaan zwerven. En dat het moment is dat ze eventueel in landbouwgebieden kunnen komen. En dat ook het gevaar is voor landbouwdieren. Dus op het moment dat je wolf gewoon in zijn eigen territorium met rust laat, dat het gevaar dan een stuk minder is. Dank u wel, de minister. Ja, ik kan dat hier niet overzien. Ik ben geen wetenschapper op dat gebied. Nederland is een vol land waar heel veel functies bij elkaar komen. Dat geldt voor natuur, dat geldt voor landbouw, dat geldt voor woningbouw. Nederland is een druk land. Nogmaals, we hebben de beschermde status van de wolf. We leveren ook werende hekkende subsidie ervoor. Maar aan de andere kant, juist ook in Nederland, is het wel goed dat je ook met elkaar het maatschappelijk debat erover voert over de positie van de wolf. En dan kijkt, wat is de uitkomst daarvan en moet daar ook op gehandeld worden, ja of nee? Mevrouw en Pallant, dat past zeker in een land waar het zo druk is als Nederland, past zo'n discussie heel goed, denk ik. Mevrouw Pallant, CDA. Ja, voorzitter, terwijl de discussie over de beschermde status van de wolf loopt, zien we natuurlijk ondertussen dat er bij regelmaat toch veel schade plaatsvindt bij dierhouders en ook dierenleed plaatsvindt. En lopen ondanks de subsidie voor de werende maatregelen de kosten op voor dierhouders, maar ook voor provincies. Nou ben ik wel benieuwd of dat ook onderdeel is van de dialoog en of wat de minister of die dat betrekt bij alle vervolgdiscussies hierover. De minister.
Nee, het gaat in, mevrouw de voorzitter, in de discussie gaat het echt over de positie van de wolf en de effecten die de wolf heeft in Nederland, zeg maar. Nou, daar komen natuurlijk wel zaken bij als Nederland die ook een land is met een hogere veedruk enzovoort. Daar gaat het over. Wij leveren al subsidie op het gebied van voorzieningen en dat is het op dit moment wel. Mevrouw van der Plas, BBB. Ja, dank u wel. Ik hoor de minister de hele tijd maar zich inderdaad verschuilen achter die beschermde status. Maar zoals de heer Epping ook al aangaf, mevrouw van der Leyen van de Europese Commissie, haar pony werd doodgebeten en toen kon het ineens wel. Het kan dus wel. En in Duitsland is er gewoon een vergunning afgegeven om de wolven te schieten. In Zweden zijn tientallen wolven, een vergunning voor tientallen wolven afschot gegeven, omdat hij daar ook een overlast veroorzaakt. Uw vraag? En ik vind het, nou, ik vind het wel gewoon, sorry dat ik het zeg, maar gewoon slappe hap. Ik vind het gewoon slappe hap hier. Nee, ja, de beschermde status. Dus elke keer hier mag niet van Europa, kan niet van Europa. Brussel is boos op ons. Het kan. Dank het u. Kan dus wel. En waarom doen we het niet? Waarom gaan we niet hier ook kijken naar die beschermde status en gaan we provincies gewoon helpen met het beheer van die probleemwolven? De minister. Wij ondersteunen de provincies als het gaat om wolfwerende maatregelen. Daar zijn we in goed contact met de provincies over. Ook op het moment dat er problemen zijn, zoals nu in Renkum, hebben we overleg met de provincie om te komen tot een gedegen onderzoek. Wat is hier nou precies gebeurd? Ook belangrijk, denk ik, dat we dat ook doen. Daarnaast hebben we de dialoog opgestart. Daar willen we echt op wachten, want dit is een dialoog die je met elkaar moet voeren in Nederland om te komen tot wel of niet aanpassingen hierop. Mevrouw van der Plas. Kijk, een dialoog doe je over nieuwe rotonden. En nu wolven gewoon vee aan het afslachten zijn, en daar lijkt het op, dan moet je niet wachten met een dialoog, moet je gewoon vee gaan beschermen. En artikel 16 van de Habitatrichtlijn, lid B, geeft daar ruimte voor. Als er gevaar dreigt, ernstig gevaar dreigt voor gewassen of vee. Die ruimte is er gewoon. En elke keer, en ik stom me daar echt wel aan, voorzitter, dat we daar dus elke keer ons verschuilen achter, nee, het mag niet van Europa. Ondertussen zijn schapenhouders, en ik kom op mijn vraag, ondertussen zijn schapenhouders zijn maanden aan het wachten op vergoeding van schade. Die wolfwerende hekken helpen dus niet, hebben we dit weekend gezien. Helpt niet, kun je 100.000 miljoen subsidie voor geven, helpt niet. En nogmaals de vraag, en dus echt, ik meen het serieus, nogmaals de vraag, wil deze minister in Europa gaan kijken of wij, samen met de provincies, of wij hier in Nederland, of er een manier is waarop de provincies geholpen kunnen worden met het beheer van de wolf? Want de provincies die schreeuwen daarom. De minister. Ik denk dat mevrouw van der Plas een beetje vraagt naar de bekende weg. Ik heb net gezegd dat we in Nederland een gesprek gaan voeren over de wolf, de positie van de wolf in Nederland. Dat gaan we eerst dat gesprek gaan we eerst voeren met elkaar in Nederland. En op basis daarvan gaan we kijken, op basis van wat Nederland wil, gaan we kijken of er zaken moeten worden aangepast. En ook in die volgorde. Dank u wel. Dan wil ik de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit danken voor zijn beantwoording. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom. En ik nodig mevrouw Matoeg uit van GroenLinks om haar vraag te stellen. En mevrouw Matoeg heeft een vraag aan de minister over de uitspraak die de Hoge Raad op vrijdag 24 maart deed met betrekking tot de zaak Deliveroo. Het woord is aan mevrouw Matoeg van GroenLinks. Gaat u gang. Dank, voorzitter. En u weet het misschien, maar sinds 2016 zijn we de wet en regelgeving rond ZZP niet aan het toepassen en niet aan het handhaven. En in juni 2018... kregen we een brief als Kamer en daar stond: handhaving is opgeschort tot 1 januari 2020. Maar in juni 2019 kregen we nog een brief en daar stond in: handhaving opgeschort tot 1 januari 2021. Juni 2020, weer een brief. In het najaar beslissen we over handhaving. Geen datum meer. November 2020. Handhaving start op z'n vroegst 1 oktober 2021. In september 2021, het moratorium loopt minimaal tot 1 oktober 2021 in afwachting van nadere besluitvorming. En voorzitter, juni 2022, de handhaving start in 2025. We hebben nu een hele duidelijke uitspraak weer van de rechter op een casus waar heel duidelijk is. De wetgeving is duidelijk. En mijn eerste vraag aan de minister: gaat de minister eerder handhaven dan 2025?
Dank u wel. Het woord is aan de minister. Dank u wel, voorzitter. Misschien toch even met de bredere context beginnen, want ik denk dat we een heleboel delen, mevrouw Matoeg en ikzelf, maar ook met de Kamer, over wat we aan het doen zijn om schijnzelfstandigheid in Nederland tegen te gaan. Allereerst, en dat heb ik ook al vaker gezegd, er moet altijd ruimte zijn voor echt ondernemerschap, voor mensen die echt voor eigen rekening en risico werken. Tegelijkertijd moeten we de schijnzelfstandigheid aanpakken. Waarom? Oneerlijke concurrentie, slechte arbeidsomstandigheden, draagvlak voor ons sociale stelsel, noemt u maar op. En daarom hebben we ook in december een brief gestuurd over ZZP'ers. Wat willen we nu voor elkaar krijgen met elkaar? Dat is allereerst een gelijker speelveld. Dat gaat om het verkleinen van onder andere de fiscale verschillen. Tweede, duidelijker wat werken onder gezag is, modern gezag ook. En derde, handhaving, waar mevrouw Matoeg vandaag aan refereert. De uitspraak over Deliveroo van de Hoge Raad van afgelopen vrijdag laat heel duidelijk zien dat in het casus van Deliveroo sprake is van werknemerschap. De Hoge Raad zegt ook dat ze op dit moment het recht niet verder willen ontwikkelen, omdat de wetgever, wij dus, bezig zijn om de wetgeving aan te passen. En datzelfde geldt overigens voor Europa. Ze geven wel een aantal aanwijzingen op basis waarvan we verder kunnen. En die ook goed passen bij wat we inhoudelijk aan het doen zijn. Dan stelt mevrouw Matoeg terecht de vraag, wat betekent dat voor de handhaving? Allereerst, en ik wil er niet flauw voor doen, maar dat ligt natuurlijk vooral bij mijn collega Van Rij. Maar ik kan u namens hem vertellen wat de Belastingdienst gaat doen met de uitspraak van de Hoge Raad. Over individuele casussen kunnen wij nooit informatie geven. Dat heeft gewoon te maken met de geheimhoudingsplicht. In zijn algemeenheid kan ik wel opmerken dat rechtelijke uitspraken in het arbeidsrecht van belang zijn voor zowel de uitleg van bestaande regelgeving als toezicht op naleving van wetgeving door publieke toezichthouders. In beginsel sluit de Belastingdienst aan bij de feiten en beoordeling zoals die blijken uit een onherroepelijke uitspraak. En de Belastingdienst onderzoekt daarbij of en in hoeverre aanvullende feiten relevant zijn voor de eigen beoordeling. Onder het handhavingsmoratorium, dat is het bestaande handhavingsmoratorium, kan de Belastingdienst naheffen in het geval van kwaadwillendheid of wanneer een aanwijzing niet binnen redelijke termijn wordt opgevolgd. Platformbedrijven vallen onder de reguliere handhaving vanuit de Belastingdienst. De Belastingdienst zet daarbij zijn instrumenten in op basis van de oorzaak van het gedrag, relevante risico's. En in de brief van 16 december hebben wij aangegeven dat we in aanloop naar het voldoen aan de ambitie tot het opheffen van het handhavingsmoratorium actief aandacht besteden aan fiscaal urgente dossiers waar onzekerheid over de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie bestaat. En de Belastingdienst gaat bekijken of de uitspraak, want die is van afgelopen vrijdag, in dat kader gevolgen heeft of moet hebben voor de handhaving in algemene zin bij platformbedrijven. Mevrouw Matoeg vroeg eigenlijk naar, gaat u nu handhaven? Volgens mij hebben we in de brief heel duidelijk gezegd dat we dat stapsgewijs moeten opbouwen. Daar moet expertise opgebouwd worden, daar moet beter gecommuniceerd worden. De markt moet tijd hebben om zich daarop voor te bereiden. En voor zover ik weet, maar dat was ruim voor mijn tijd, is het handhavingsmoratorium ook iets dat door uw eigen Tweede Kamer is gevraagd om uit te voeren. Maar wij zijn dus in stevige voorbereiding op 1 januari 2025. Mevrouw Matoeg. Ja, voorzitter, we gaan het zevende jaar in van niet handhaven. De minister geeft volgens mij antwoord door te zeggen, we gaan dus niet sneller handhaven. Dan is mijn volgende vraag. Gaat de minister het moratorium ten aanzien van platforms dan wel maaltijdbezorging eerder opheffen? De minister. Voorzitter, wat ik al eerder zei over de Belastingdienst geldt nog steeds. We zijn aan het voorbereiden 1 januari 2025. De Belastingdienst kijkt welke gevolgen deze uitspraak heeft. Heeft ook bijzondere aandacht voor fiscaal urgente dossiers. En werkt daar dus heel hard aan om dat voor elkaar te krijgen. Heeft ook gezien de ervaring in het verleden natuurlijk een zorgvuldige aanvliegroute nodig om tot 1 januari 2025 te komen.
Dat is wat ik u namens de staatssecretaris van de Belastingdienst kan zeggen. Mevrouw Matoeg. Ja, voorzitter, voordat ik naar mijn volgende vraag ga, ik denk dat het wel belangrijk is. Deze minister is verantwoordelijk voor het arbeidsrecht. Ja. De uitvolging daarvan is ook, en de uitvoering ligt daar gedeeltelijk bij de Belastingdienst, ook voor premies. We weten sinds het Gouden Kooi-arrest dat de fiscale wetgeving het arbeidsrecht volgt. Dus ik vind, de minister zei zelf, dat vind ik flauw, dat gaan we dus ook niet doen. Het is één kabinet, deze minister is verantwoordelijk voor dit terrein. En dus ook, we praten in de commissie SZW over die handhaving. Dus het gaat mij over de beleidskeuzes over die handhaving. En dat is waarom ik het ook aan deze minister stelde. Want anders had ik de heer Van Rij hier naartoe gehaald. Voorzitter, mijn volgende vraag is, weet de minister of er in het verleden ten aanzien van Deliveroo aanwijzingen zijn gegeven om alsnog premies te gaan betalen, te gaan halen? De minister. Ja, voorzitter, wat betreft die tweede vraag, ik weet het niet. Ik mag het ook niet weten. En als ik het zou weten, dan mocht ik het u ook niet vertellen, omdat het over individuele casussen gaat. Ik kan u wel nogmaals vertellen, de Belastingdienst heeft speciale aandacht voor fiscaal urgente dossiers. En de Belastingdienst gaat natuurlijk ook goed kijken wat deze uitspraak betekent voor haar handhavingspraktijk. Gaat u gaan. Voorzitter, dank. Bij vergelijkbare bedrijven of andere bedrijven, zonder namen te noemen, is het nu het beleid om aanwijzingen te geven op het moment dat blijkt dat er sprake is van een dienstverband? Ja, voorzitter, daar kan ik dan weer datzelfde antwoord op geven, dat ik niet iets individueels kan zeggen, maar dat wel deze natuurlijk heel erg duidelijk op het netvlies van de Belastingdienst staat, van mijn collega en van mijzelf. Wat ik denk dat hier heel belangrijk is, is, en dat hebben we ook in het debat met elkaar al gewisseld, hier staan wel twee bewindspersonen, drie, mevrouw Adriaan staat natuurlijk ook onder brief, die dit willen veranderen, die hier duidelijkheid willen scheppen. Dat moet je hand in hand drie dingen parallel doen. Ik noemde ze net al, gelijker speelveld, meer duidelijkheid en handhaving. Wat betreft meer duidelijkheid is het ook heel erg belangrijk dat wij nu aan het definiëren zijn wat werken onder gezag betekent. Daar doet de Hoge Raad natuurlijk ook een aantal uitspraken over, geeft daar een aantal richtingen aan, dat wij moeten definiëren wat de contra-indicaties van ondernemerschap zijn. Wat is inbedding van werk? Wat is inbedding van een werkende? Dat zijn allemaal vragen die we nu aan het uitwerken zijn. En met die uitwerking komen we in de zomer in internetconsultatie, zodat we ook echt kunnen zorgen dat we die schijnzelfstandigheid aanpakken via die drie paden. Niet alleen de handhaving, maar ook de verduidelijking en de aanscherping van het recht. Mevrouw Matoeg. Voorzitter, is het duidelijkheid geven als de Nederlandse arbeidsinspectie zegt, Temper, daar is sprake van een arbeidsovereenkomst. Is het duidelijkheid geven als je het zevende jaar ingaat waarin je de wet en regelgeving niet handhaving zegt, ga maar rustig slapen, de aankomende drie jaar gaan we ook niet handhaven. Is het duidelijkheid geven als de rechter uitspraken doet over individuele gevallen, dat er 0,0 consequenties zijn voor de werkgevers waar het om gaat? Minister. Nou, voorzitter, ik denk dat die consequenties er wel zijn. Alleen ik ken de individuele handhavingsacties van de Belastingdienst natuurlijk niet. Die mag ik ook niet kennen. Ik denk dat deze uitspraak hele duidelijke gevolgen heeft voor hoe wij die voorbereiding van het wetstraject verder vormgeving geven. Ik heb het vrijdag ook even gezegd. Deze uitspraak verrast natuurlijk niet. En deze uitspraak geeft hele duidelijke handvaten hoe wij die aanscherping van wet en regelgeving verder vorm kunnen geven. Mevrouw Matoeg. Voorzitter, gaat de minister communiceren naar aanleiding van deze uitspraak dat bedrijven die vergelijkbaar opereren grote fiscale risico's lopen en dat het dus niet gewenst gedrag is? Is dat onderdeel van de beleidslijn in de jaren dat we nog wachten voordat we gaan handhaven? De minister. Voorzitter, wat we nu al zien in die paar dagen sinds het arrest is dat er discussies ontstaan bij fiscalisten, bij adviseurs over wat dit betekent voor de bestaande praktijk. En dat betekent dat werkgevers zich moeten beraden of de manier waarop zij werk nu vormgeven, of dat inderdaad een arbeidsrelatie is, of dat dan een relatie met een ondernemer, met een zelfstandige is. En daar zijn een aantal aspecten bij. Bijvoorbeeld kan je vrijwillig laten vervangen. Die voorheen mensen dachten, dan zal het wel een ZZP-relatie zijn, waarvan de Hoge Raad heeft gezegd, dat staat een werknemersrelatie niet in de weg. Dus dat werkgevers hier goed naar gaan kijken wat het voor hun betekent, staat buiten kijf en is ook al aan de gang. Mevrouw Matoeg. Gaat de minister dezelfde garantie geven en duidelijkheid voor de mensen om wie het gaat, die dus eigenlijk werknemer zijn, dus in het geval van Deliveroo,
wil de minister hier uitspreken dat deze mensen geen fiscale consequenties krijgen als ze loon gaan vorderen. Dat ze niet dubbel slachtoffer worden van het feit dat zij schijnzelfstandigen waren, voorzitter. De minister. Ja, voorzitter. Een belangrijk gevolg van de uitspraak is inderdaad dat de werknemers, die dus nu echt gekwalificeerd zijn tot aan de Hoge Raad als werknemer, een loonvordering kunnen instellen, waar mevrouw Matoeg ook aan refereert. Betekent overigens ook dat als ze ziek zouden zijn, ze bijvoorbeeld ook een WIA-claim kunnen doen, om maar eentje te noemen. Dat staat los van de vraag van de handhaving van de Belastingdienst op het innen van premies, want dat is gewoon je werknemersrecht. Wat dat fiscaal voor de individuele werknemers betekent, weet ik niet zeker, moet ik eerlijk zeggen. Dan zal ik echt even te raden moeten bij mijn collega. Maar ik kan me uw vraag heel goed voorstellen. En volgens mij hebt u hem ook al een keer in een commissiedebat gesteld. Zijn we toen vrij duidelijk geweest dat dat niet wenselijk zou zijn. Maar daar ga ik eigenlijk even wat in de portefeuille van mijn collega treden. Wat ik wel belangrijk vind, want wat u eigenlijk suggereert, is dat u zegt, gaat u nou ook aan voorlichting doen? Dat was uw onderliggende vraag. En dat kan ik u best toezeggen, dat wij gaan zorgen dat we op de site van het UWV bijvoorbeeld proberen te duiden wat het betekent als de Hoge Raad in een instantie, zonder dat we op de individuele casus ingaan, oordeelt dat er sprake is van een werknemersverband, wat dat betekent. In dit specifieke geval, die moet ik er even aan toevoegen, heb ik begrepen dat er een contractbeëindiging is getekend toen Deliveroo Nederland verliet, met een aantal duizenden werknemers. Ik weet niet wat er in dat contract stond. En dus ook niet wat voor impact dat dan weer heeft op toekomstige rechten van die werknemers. Maar FNV was erbij betrokken, dus ik neem aan dat ze dat goed hebben gecheckt. Maar die juridische caveat moet ik er wel even meegeven. Aan me toe. Voorzitter, op papier hebben we het heel goed geregeld in het land. Ik vond dat advocaat Stefan Sagel het mooi zei. Die zei dat de arbeidsovereenkomst ook nu met deze uitspraak de tand destijds zo heeft doorstaan dat ook moderne vormen van werken ermee uit de voeten kunnen. We kunnen het toepassen, maar dan moeten we wel zeggen dat die regels bestaan. Want op dit moment zijn ze aan het sterven in wetboeken en hebben mensen er helemaal niks aan. En als we niet uitkijken is er een wilde westen op onze arbeidsmarkt en dat betekent geen bestaanszekerheid, geen zekerheid. En 10 jaar wachten totdat je wet en regelgeving handhaaft, signalen blijft geven, het is allemaal oké, u kunt rustig slapen. Dat vinden wij onacceptabel. Dus we vinden het heel belangrijk dat er sneller gehandhaafd wordt, dat we dat uitspreken en dat normale mensen niet de consequenties dragen, terwijl werkgevers lekker op verantwoordelijkheidsvakantie kunnen. Want die denken, er is toch een moratorium, zo is het besloten. Dus ik hoop heel erg dat dat vandaag verandert. Dank u wel, mevrouw Matoeg, de minister, nog even. Ik denk dat dit een oproep van mevrouw Matoeg was. Ja. Dan heb ik een wederoproep die ik al vaak heb gedaan. Laten we dan ook snel die ZZP-brief bespreken. Dank u wel. Er is een aantal vervolgvragen. Graag kort en krachtig weer. Allereerst de heer Van Gent van de SP. Dank voorzitter, want we horen hier een aantal bureaucratische argumenten van de minister. En ik zou toch even terug willen gaan naar waar het om gaat. Het gaat om werknemers die belangrijk werk doen. Maaltijdbezorgers, maar ook in het onderwijs, in de kinderopvang en bij de omroepen. Werknemers die eigenlijk werknemer zouden moeten zijn, maar al dan niet gedwongen als ZZP'er werken en daardoor geen verzekering hebben tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioenopbouw. En de simpele vraag aan de minister is, wanneer gaat de minister ervoor zorgen dat al deze mensen die dit belangrijke werk doen, krijgen waar ze recht op hebben? Minister. Namelijk een arbeidsovereenkomst, inclusief pensioen en verzekeringen. De minister. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik daar zojuist antwoord op gegeven wat betreft het traject naar handhaving door de Belastingdienst. Wat betreft het traject naar wat is werken onder gezag, wanneer ben je een werknemer en volgens onze wet en regelgeving en wanneer ben je zelfstandige, dat zijn we nu aan het voorbereiden. Gaat deze zomer een internetconsultatie. Ik hoop daarvoor nog met u daarover van gedachten te kunnen wisselen. Verschil verkleinen tussen werknemers en zelfstandigen zijn we hard mee bezig met de voor- en de fiscale aftrek te regelen. Dus op die manier zorgen we dat die verschillen kleiner worden. Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we zorgen dat die schijnzelfstandigen inderdaad netjes behandeld worden, de juiste bescherming hebben, dat als ze van hun fiets vallen, dat ze net de ziektewetuitkering krijgen, als ze arbeidsongeschikt worden, dat ze recht hebben, hè, dat ze hun recht op een WIA kunnen uitoefenen. Dat is volgens mij waar we hier samen voor staan, zoals ik de heer Van Kent ken. En dat moeten we voor elkaar krijgen en daar hebben we die 3 trajecten voor nodig. Heer Van Kent, voldoende? Mevrouw Katman, PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Er is een hoop aan de hand in Nederland, maar afgelopen vrijdag was wel een lichtpuntje. Deze uitspraak van de Hoge Raad voor iedereen met een flexcontract en een flutsalaris die te weinig verdient om zijn leven te betalen. En ik weet dat de PvdA niet te vroeg mag juichen, want het gaat echt in deze zin om Deliveroo. Maar toch heb ik een bredere vraag aan de minister en die gaat over dat op dit moment meerdere schijnzelfstandigen strijden voor hun rechten. Maar dat doen ze in grote angst. Afgelopen week stonden er 40 Uber-chauffeurs beneden en die durfden niet op de foto terwijl ze aan het strijden waren. Die durfden niet met naam en toenaam te reageren op de pers die hun vragen wilde stellen, omdat ze bang zijn voor repercussies in het halen van hun recht. Omdat de bedrijven waar ze nu voor werken ook die repercussies doen. Bij Uber bijvoorbeeld word je dan gewoon van het platform afgegooid als werknemer. Welke boodschap heeft die minister aan deze mensen en welke borg en hulp kan ze deze mensen bieden? De minister. Ja, voorzitter, dat is een hele relevante vraag. Want of het nou voor schijnzelfstandigen is of voor andere werkenden in Nederland, een angstcultuur op de werkvloer, op welke manier dan ook, heeft hier volgens mij geen plaats. En moeten we ook met elkaar tegenstrijden. En als er een angstcultuur is, ik doe mijn mond open omdat ik het niet eens ben met mijn werktijden of met mijn arbeidsrelatie. En dat leidt tot ontslag. Dat moeten we met elkaar niet willen accepteren. Zo zijn we in Nederland niet met elkaar. Zo werken we in Nederland niet met elkaar. Dus dat ben ik heel erg met mevrouw Katman eens. Wat kunnen wij daaraan doen? Daar kunnen we allereerst voor zorgen door die verheldering van die regelgeving, door handhaving. Maar we kunnen ook zorgen dat, en dat is natuurlijk redelijk op orde, dat er OR's, dat de wet op de ondernemingsraad, dat dat allemaal op orde is. Maar ook dat we in de cultuur met elkaar aanspreken op dit soort gedrag. En dat goed werkgeverschap iets natuurlijks is. Dat van nature komt. Dat werkgevers zeggen, bij mij kun je wel het gesprek aangaan. En dat vind ik heel erg belangrijk. En er zijn wel degelijk grote bedrijven, kleinere bedrijven, techbedrijven die verantwoordelijkheid wel nemen. Dank u wel. Mevrouw Katman. Ja, dan een iets concretere vervolgvraag, voorzitter. Want die angst gaat er ook om dat ze gewoon eigenlijk gedreigd worden en onder druk gezet worden van, nou, ik zou je recht maar niet gaan halen, want dan komt de Belastingdienst gelijk achter je aan en dan moet je bijvoorbeeld ook al je coronasteun gaan terugbetalen. Welke boodschap heeft de minister op dit vlak aan de mensen die op dit moment hun recht proberen te halen? Minister. Nou, je recht halen in Nederland is een recht en moet altijd kunnen. Op het moment dat je je onheus onder druk gevoeld voelt, kun je natuurlijk, je kunt je bij de arbeidsinspectie melden, je kunt je bij je vakbond melden, je kunt je bij de ondernemersraad of je personeelsvertegenwoordiging melden. Er zijn allerlei manieren om daar melding van te doen. Tot en met brieven aan de minister toe, die krijgen we natuurlijk ook zo nu en dan. En daar gaan we allemaal heel prudent mee om en we zorgen dat we dan in gesprek gaan. Mevrouw Palland, CDA. Ja, voorzitter, een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad, waarbij de Hoge Raad zich ook rekenschap geeft dat de minister of de wetgever in dit geval bezig is om stappen hierin te zetten. Wat mij zo verbaast in de verdedigingslinie van de bedrijven die zich bedienen van een ZZP-constructie voor arbeid, is dat ze zeggen, ja, wij geven vrijheid aan werkenden en dat past nu eenmaal niet bij het werknemerschap. Is de minister het met mij eens dat dat eigenlijk een soort oneigenlijk argument is, een race naar de bodem, concurrentie op arbeidsvoorwaarden en ook een omdraaiing, omdat dit eigenlijk een oproep zou moeten zijn en dit soort nieuwe via platformwerk en dergelijke, om zich verantwoordelijk te voelen voor modern werkgeverschap. Ook daarbinnen kun je vrijheid geven aan je werknemers, maar wel binnen ons systeem van sociale zekerheid en zekerheid en vastigheid voor werkenden, werknemers dus. Ja, voorzitter. Mevrouw Palland heeft een hele terechte vraag die ook in de Hoge Raad terugkomt, waar ze zeggen bijvoorbeeld de vrijheid om je te laten vervangen, die ik net al noemde, staat niet in de weg aan een werknemersrelatie. Dat is heel erg belangrijk. Ook in mijn eigen ervaring, je kunt mensen een heleboel vrijheid geven binnen vaste contracten. Je kunt met iemand afspreken dat hij alleen maar in de zomer of in de winter werkt of op maandagen niet. Dat zijn gewoon allemaal individuele afspraken die je prima kunt doen en die dus ook prima passen binnen de wens tot vrijheid van individuen. Laat onverlet dat echte ondernemers natuurlijk voor eigen risico moeten kunnen werken. Dat is ook prima. Maar er kan veel meer binnen vaste contracten dan werkgevers nu vaak willen zien. En wat daarbij speelt, en dat vind ik zo ontzettend belangrijk, is dat we daarmee deze kwetsbare werknemers, de schijnzelfstandigheden, wel die rechtsbescherming geven. Als ze ziek worden, als ze van hun fiets vallen, dat ze wel door kunnen. En dat we daarmee ook het draagvlak voor het sociale stelsel in stand houden. Dank u wel. De heer Smals, VVD. Dat is net een fractie eerder. Ik heb het even gecheckt. Uitstekend hoor. Wat volgens mij, voorzitter, de casus Deliveroo ook goed laat zien, is dat er een hele grote behoefte is vanuit de werknemer. De minister had het net al even over.
ook vanuit de werknemer een behoefte is aan meer vrijheid in de manier waarop de arbeid wordt ingericht. Ik denk dat het hele construct wat we nu met elkaar verzonnen hebben, dat knellend is. In de begroting heb ik daar ook vragen over gesteld en gevraagd van hoe, of de minister nog wilde inventariseren waar die CO's, om een voorbeeld te noemen, nou knellend zijn. En misschien dat de minister daar al een antwoord op heeft. De minister. Ja, voorzitter, daar heb ik eerlijk gezegd nog geen antwoord op. Ik herinner me die vraag van de heer Smals. Dus dat zijn we aan het inventariseren. Overigens wil ik daar wel en natuurlijk even de opmerking mee maken. Inventariseren is prima, maar ons bemoeien met de cao's, daar zou ik voorzichtig mee zijn, want dat is natuurlijk echt iets van werkgevers en werknemers. Daar willen we niet in gaan ingrijpen, maar begrijpen wat er aan de hand is, waardoor er eigen gemaakte regels in een cao per branche knellend zijn, waardoor mensen niet die vrijheid hebben. Want u noemde volgens mij toen het voorbeeld van 's morgens vroeg beginnen. Dat is prima en voor zover ik weet zijn we eraan begonnen of gaan we eraan beginnen, maar dat loopt. Die staat op het lijstje op het netvlies om te doen. Heer Ceder, ChristenUnie. Ja, voorzitter, de uitspraak van de afgelopen week is best een grote. Ja. Het heeft gevolgen voor Deliveroo, het heeft gevolgen voor de werknemers. Maar voorzitter, zoals de minister weet, zijn er ook andere rechtszaken die momenteel lopen, die ook een soort gelijk effect kunnen hebben. En ik maak me zorgen over de rechtszekerheid van werknemers, over de positie van werkgevers die kennelijk ruimte ervaren die er niet is. En ik maak me vooral ook zorgen dat dit een domino effect heeft, waarvan we als overheid eigenlijk onvoldoende grip hebben wat dat betekent, ook als het gaat om de sociale zekerheidsverplichtingen vanuit de overheid. Mijn vraag daarom is, ik heb volgens mij in reactie op mevrouw Matouge heeft de minister aangegeven, wij gaan informeren in de tussentijd. Volgens mij is er in juni weer een grote uitspraak. Maar ik wil even concreet van de minister horen, wat gaat het ministerie nu doen, samen ook met haar collega's, om werkgevers te informeren, te wijzen, te waarschuwen dat de huidige constructie ook echt op lange termijn tot serieuze gevolgen kan leiden. De minister. Ja, voorzitter. Volgens mij speelt het daar de vraag wat het voor nu betekent en de vraag wat het voor de toekomstige wetgeving die we aan het aanpassen zijn betekent. Wat betreft die tweede vraag lijkt het me goed, want we zijn die brief, die vervolgbrief en de antwoorden op je schriftelijke vraag nu aan het voorbereiden, dat we daar heel duidelijk in meenemen in onze verschillende uitwerkingen, wat deze uitspraak daaraan toevoegt, waar die daar richting aan geeft, zodat u ook echt die kunt wegen. Oh ja, dit heeft de Hoge Raad gezegd en dat op het derde element speelt dat zo en zo op. Wat het voor vandaag betekent, en dat heb ik net ook in toezegging naar mevrouw Matouge gedaan, ik denk dat het goed is. We hebben daar wel even de tijd voor nodig, want dit is natuurlijk de tweede werkdag, derde werkdag na die uitspraak, dat wij in algemene zin daar natuurlijk informatie over gaan geven aan mensen. Wat staat hier nou? Wat betekent dit? Beste werkgevers, kijk nog een keer naar die relatie. Is dat echt een werknemersrelatie of is dat een relatie met een zelfstandige? Maar ook naar werknemers toe. Wat kunnen de gevolgen voor u zijn? Ja. Kunnen we daar een brief over krijgen? Ik stel voor dat ik dat meeneem in die brief die we ook aan het voorbereiden zijn over de voortgang van de ZZP'ers. Als dat nog te lang duurt, krijgt u een aparte brief. Maar als het in diezelfde brief mee kan, doe ik dat liever. Maar als dat, ik weet niet precies wat de planning daarvan is, maar als dat te lang duurt, krijgt u een apart en anders daarin mee. Dan wil ik de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid danken voor haar beantwoording. Ik heet de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van harte welkom. En ik nodig de heer Haverkort van de VVD uit om zijn vraag te stellen. En de heer Haverkort heeft een vraag over het bericht. Rome sluit deal met Amsterdam. Elke week 900 ton huisvuil per trein naar Nederland. Het woord is aan de heer Haverkort van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. En inderdaad, gisteren las ik in het Rotterdamse Algemeen Dagblad dat het linkse stadsbestuur van Amsterdam een overeenkomst heeft gesloten met de stad Rome om elke week 900 ton afval te verbranden in onze hoofdstad. Een soort Romeinse rookpluim boven die stad. En elke week een lange trein, 36 wagons vol pizzadozen en pastablikjes, aangevoerd over ons toch al drukke spoor, om dat dan vervolgens in de fik te steken in de verbrandingsoven. En voorzitter, dat roept toch wel de nodige vragen op voor deze staatssecretaris. Wat vindt zij van deze overeenkomst? En is het ministerie bij deze totstandkoming betrokken geweest? En dan, voorzitter, hebben we volgende maand... het debat over het hergebruik van grondstoffen over onze circulaire economie.
En daarin geeft het kabinet juist aan te willen komen tot minder verbranden van afval en meer afval te willen hergebruiken en meer afval te willen recyclen. Hoe kijkt de staatssecretaris in dat licht aan tegen deze overeenkomst? Kan zij aangeven of het huisvuil, voordat het de verbrandingsoven ingaat, eerst gesorteerd wordt, zodat herbruikbare grondstoffen wel gerecycled kunnen worden? Voorzitter, hoe zit het met de vergunning voor het verbranden van dit Romeinse afval? Past het verbranden binnen de bestaande vergunningen van afvalverwerking in Amsterdam? En kan zij aangeven of er extra vergunningen voor zijn afgegeven of dat er extra milieubelasting is vergund in het kader van deze overeenkomst voor bijvoorbeeld CO2, stikstof of andere emissies naar lucht en water? Voorzitter, juridisch zal het best allemaal kloppen. Maar gevoelsmatig vraagt de VVD zich af, willen wij dit nu echt? En kan de staatssecretaris daarop reflecteren? Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Ik heb kennis genomen van het artikel en het kabinet streeft ernaar om op termijn de Nederlandse afvalverbrandingscapaciteit terug te brengen. Afvalverbranding, dat komt neer op vernietiging van materialen en er komen veel emissies naar lucht en bodem vrij. In een circulaire economie moeten we daarom toewerken naar meer recycling en hergebruik en moet verbranding zoveel mogelijk worden beperkt. Er bestaat momenteel in Nederland meer verbrandingscapaciteit dan nodig is voor de verwerking van ons binnenlandse afval. En zolang die overcapaciteit er is, kan die gevuld worden met buitenlands afval om zo de ons omringende landen tijdelijk te helpen. En sinds 2020 wordt in Nederland over buitenlands afval evenveel belasting betaald als over Nederlands afval. Dus er is ook geen sprake meer van het bevoordelen van buitenlands afval. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat andere landen ook zelf stappen zetten om hun afvalverwerking op orde te krijgen. Het is op de lange termijn natuurlijk ook echt volstrekt onwenselijk dat afval per trein door heel Europa wordt gesleept om hier in een oven te verdwijnen. Ik lees dat er ook door de stad Rome plannen worden gemaakt voor de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie. Dus daar wordt aan een oplossing gewerkt. Meneer Haverkort vroeg ook nog heel specifiek of wij betrokken zijn als ministerie. Dat zijn wij niet. En uiteraard, zoals ik ook al aangaf, dat was op een andere vraag, vindt u niet ook dat we minder afval moeten gebruiken? Ja, dat is zo. En we zijn ook in het Nationaal Programma Circulaire Economie aan het kijken hoe we met de afvalverbrandingsinstallaties kunnen afbouwen. Want we willen natuurlijk uiteindelijk naar een circulair systeem toe. Daar past verbranding niet bij. En daarover zijn we ook nog steeds in gesprek met de sector. Maar dat is op momenten natuurlijk ook wel uitdagend, omdat je aan de sector vraagt ook zichzelf mee af te bouwen. Dan werd nog gevraagd of het huisvuil eerst gesorteerd werd. Ik ga ervan uit dat op het moment dat het bij een afvalverbrander terechtkomt, dat dan in één keer wordt doorverbrand. Ik weet dat niet helemaal zeker, maar ik zou dat wel kunnen navragen nog. Dan kom ik daar nog schriftelijk op terug bij de heer Haverkort. De heer Haverkort. Ik hoef geen knopje te drukken hier. Dank voorzitter en dank ook aan de staatssecretaris voor haar beantwoording. Het wordt gewaardeerd dat ze daar inderdaad schriftelijk nog even op terugkomt. Het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als dat afval ook hier tot herbruikbare grondstoffen zou kunnen leiden. Dan hebben we er nog iets aan en gaat het niet ten laste van het milieu. En we snappen best voorzitter dat we in Europa elkaar moeten helpen. Maar laat het dan zo uitgevoerd worden dat dat niet ten koste gaat van onze schone lucht. En wat kan de staatssecretaris daar nou aan doen om ervoor te zorgen dat recycle van afval en hergebruik van grondstoffen niet alleen in Nederland veel aandacht krijgt, maar ook in de rest van Europa? Kan ze daar wellicht nog op antwoorden? De staatssecretaris. Ja, voorzitter, er is in Europa ook aandacht voor deze problematiek. En het is belangrijk dat elk land ook uiteindelijk natuurlijk zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, ook in samenspraak met de Europese regelgeving daaromtrent. Wij lopen voorop. Het is zo dat wij in Nederland nu nog steeds een deel van ons afval verbranden, maar we zijn ambitieus. We willen in 2030 natuurlijk naar een 50% circulaire economie en in 2050 volledig circulair zijn. En alles wat wij doen is erop gericht om niet alleen maar hier in Nederland actie te ondernemen, maar om daar ook in Europees en zelfs in wereldwijd verband steeds weer op te hameren hoe belangrijk het is om naar die circulaire economie te gaan. Ja, Haverkort. Laatste vraag, voorzitter. Ik hoorde de staatssecretaris zeggen dat het belangrijk is, maar ook dat het pas op termijn tot resultaat zal gaan leiden. En ik hoorde ook zeggen dat bij deze specifieke overeenkomst, die nogmaals juridisch best allemaal in orde zal zijn, het ministerie ook niet betrokken is.
Wat kan zij nou doen, ook ter voorbereiding bij spreken op ons debat van volgende maand, wat kan zij nou doen om daar gewoon meer invloed op te krijgen, meer regie op te nemen? Staatssecretaris. Ja, voorzitter, die vraag heb ik mezelf natuurlijk ook gesteld. Hè. Wat wij doen is natuurlijk ook via het Nationaal Programma Circulaire Economie bijvoorbeeld ook toewerken naar een afbouw in samenspraak met de sector van de hoeveelheid afvalverbranding. Dat is het traject waar ook in de Kamer natuurlijk, waar de Kamer zich ook mede voor heeft uitgesproken. En in het MPCE staan ook nog een heel aantal concrete maatregelen opgenomen. Hè. Dus bijvoorbeeld materiaalgericht onderzoeken hoe bepaalde stromen uit een AVI, dat is een afvalverbrandingsinstallatie, gehouden kunnen worden. Het inzetten op beter productontwerp, want uiteindelijk wil je natuurlijk dat producten op een betere manier ook herbruikbaar zijn. Het onderzoeken naar een evenwichtige verhoging van de afvalstoffenbelasting, maar ook het pleiten voor belasten van afvalverbranding in andere Europese lidstaten. En daarnaast hebben we ook nog een moratorium op nieuw te vergunnen capaciteit in voorbereiding. Dank u wel. Dank u wel, meneer Havekort. Er is een aantal vervolgvragen. Graag kort en krachtig, anders moet ik u helaas onderbreken. Allereerst de heer Thijssen, dan de heer Matlener, mevrouw Hagen en mevrouw Kreuger. Uitgang. Dank, voorzitter. Ja, er zijn heel veel aspecten aan deze discussie, maar laat ik er eentje uitnemen. En dat is dat we huizen willen bouwen in Nederland. En dat wordt bedreigd omdat er geen stikstofruimte is. En bij de verbranding van deze 900 ton Romeins afval gaat heel veel stikstofruimte vrijkomen. Kunnen we nou niet dit voorkomen en de stikstofruimte inzetten om huizen te bouwen in Nederland? Ook dat heb ik nog even laten uitzoeken, want ik dacht van, goh, biedt dat niet ook kansen als je inderdaad niet dat buitenlands afval verbrandt, maar die installaties die zijn op een dusdanige manier ingeregeld dat ze berekend zijn op het verbranden van een bepaalde capaciteit. En die capaciteit die is hoger dan wat wij als Nederland of Amsterdam, die regio, nodig heeft. Dus er is ook wettelijk vastgelegd dat er extra afval geïmporteerd kan worden om daarmee, want het zijn wel installaties waarmee je bijvoorbeeld ook huizen verwarmt. Hè? Dus dat is ook nodig om die centrale te laten draaien. Maar ik ben het wel ook met iedereen eens die zegt dat dit natuurlijk de minstwenselijke, het minstwenselijke scenario is op de langere termijn. En daarom werken we ook toe naar een afbouw van afvalverbranding en werken we toe naar die circulaire economie. De heer Matlener, PVV. Ja, voorzitter, soms gebeuren hier dingen dat je denkt, hoe kan dit? Het is toch niet te geloven dat op het moment dat heel Nederland op slot zit voor die stikstofuitstoot waar de regering verantwoordelijk voor is, voor het probleem van die stikstof, Schiphol moet krimpen. Nederlandse vakantiegangers kunnen straks naar Brussel om op vakantie te gaan. Boeren worden weggepest en op dit moment wordt er een deal gesloten tussen GroenLinks en Italië om hier rommel naartoe te halen om te verbranden. Die verbrandingsafval over is de achtste grootste stikstofuitstoter van Nederland. Je gelooft het toch niet? Uw vraag? Ja, dit gaat de staatssecretaris toch niet goed vinden? Want ik hoor je allemaal geklets van, ja, juridisch zit het goed in elkaar. De staatssecretaris. Maar dat kan toch niet zo zijn dat boeren onteigend worden straks. Heeft en dat gezegd? De rommel uit Italië hier naartoe gehaald wordt door notabene GroenLinks? De staatssecretaris. Voorzitter, ik kan daar op dit moment niet veel aan doen. Het is Europese regelgeving en daarnaast hebben wij wettelijk vastgelegd dat er ruimte is om afval te importeren, om andere landen te helpen op het moment dat zij een overschot hebben. Op termijn ben ik het er helemaal mee eens dat dat natuurlijk onwenselijk is en daarom werken we ook toe naar het afbouwen van de afvalverbranding en naar die circulaire economie. Heer Matleen nog even. Nee, mevrouw Hagen. Ja, ik wil u niet activeren. Volgens mij heb ik dat gedaan. Nee. Ik mag nog een vervolgvraag stellen hierop. Ja, ik moet ook bekomen van het antwoord, want dat is natuurlijk niet uit te leggen. Want die boeren die onteigend worden, of die geen vergunning hebben, die zeggen natuurlijk precies hetzelfde. Die zeggen, waarom ik dan niet? Waarom ik dan niet? Die reiziger die op vakantie wil, of die mensen die werken voor Schiphol, die hun baan straks verliezen, die zeggen, maar die ruimte hadden wij toch ook? Dus het is een totaal kletsverhaal. En ik vind dat u het nog een keer uit moet leggen aan de Nederlanders, want volgens mij kunt u dat gewoon helemaal niet. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, het voelt natuurlijk ook heel erg dubbel, maar het is wel de gebruikelijke gang van zaken in Nederland dat een deel van het afval dat wij verbranden, dat wordt geïmporteerd. We hebben meer ruimte in onze eigen afvalverbrandingsinstallatie dan dat we verbranden. En dat is ook de reden waarom wij de afvalverbrandingsinstallaties uiteindelijk willen afbouwen. We zijn daarover samen in gesprek met de sector om te kijken hoe we dat op een goede
manier kunnen doen. En we zullen, als dat niet snel genoeg gaat, ook natuurlijk zelf nog verdere aanvullende maatregelen nemen. En die zitten ook voor een deel al verwerkt in dat Nationaal Programma Circulaire Economie. Maar ik ben het wel met de heer Matlener eens dat als je het leest, dat dat niet vrij voelt. Dank u wel. Mevrouw Hagen, D66. Ja, voorzitter, we willen dus in 2050 heel graag een circulaire economie zijn. Dat betekent onder andere dat we minder grondstoffen gebruiken, beter recyclen, maar ook dat we die enorme afvalbergen tegengaan. En dat is precies de reden waarom talloze huishoudens, ook in Nederland, juist hun afval scheiden. En op dit moment importeren we dan dus ongescheiden afval uit Italië. Bent u bereid namens ook al die inwoners die zich hier wel voor inzetten en in het kader van een circulaire economie het gesprek in Italië aan te gaan? Laat ze daar eerst hun afval scheiden voordat ze het überhaupt exporteren. De staatssecretaris. Voorzitter, ik ben altijd bereid om te kijken wat we kunnen doen, hè, om de Italianen erop te wijzen hoe ze hun afval beter kunnen scheiden.